Jullie niet alleen. De stemmen zijn binnen en geteld door de gerechtsdeurwaarder. En ondertussen komen de topfinalisten erbij met hun familie. Veronica, Max, Mette-Marie en Gala. Het was een speciaal seizoen dit jaar. Jullie hebben heel lang moeten wachten op dit moment. Het is hoog tijd om te weten te komen wie onze winnaar wordt. Oké, hier heeft iedereen op gewacht. De enveloppen met de resultaten. De publieksjury heeft beslist. Wie wint er een eigen single? Een jaar lang gratis shoppen bij WeFashion en een studiebeurs van 10.000 euro. De winnaar van The Voice Kids is... Gala gaat naar huis met de hoofdprijs, maar dames en heren, mag ik alsjeblieft ook een waanzinnig applaus voor al deze andere finalisten die samen met ons een fantastische show hebben neergezet. Mette-Marie, Max en Veronica. Proficiat. Haar bubbel komt erbij, ze wordt heel wat plat geknuffeld. Wat een show. Dat is natuurlijk dankzij onze topfinalisten, maar ook dankzij onze coaches, de volledige band en de crew. Het was een speciaal seizoen, ik heb het al gezegd, maar we hebben het in schoonheid kunnen afsluiten. En als ook jij wil meedoen, schrijf je dan vlug in op vtm.be en misschien zien wij elkaar dan snel terug. Tot dan! Ja.